Is Maxima zelf wel het juiste voorbeeld? De koningin zet zich in voor het platform Wijzer in Geldzaken om jongeren te helpen verstandig met hun geld om te gaan. Maar is het niet tegenstrijdig dat iemand die zo'n luxueus leven leidt anderen adviseert om zuinig te zijn? Weekblad weekend bekritiseerde Maxima en haar rol binnen het platform. Hoe verantwoord is het dat iemand die in een paleis woont en bekend staat om haar dure designerkleding? tips geeft over financiële bewustwording? Hoewel Maxima een diploma in economie heeft en ervaring in het bankwezen, is er een gerucht dat haar optreden bijzonder wrang maakt. Het thema van de Week van het Geld, Bedwing de Bling, lijkt haaks te staan op de miljoenenketting die de koningin om haar hals draagt. Is dit niet gewoonweg tegenstrijdig?